Praise the Lord by ASAP Rocky. Black Friday, jongens en meisjes, dat we zeggen kopen, 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 alles kopen. Alles is een korting, kopen, kopen, kopen. Mensen bestormen de winkels en kopen alles wat er is. En beetje per beetje wordt de wereld één grote stort. Even serieus praten tegen de camera. Ik heb eigenlijk ook wel een gat in mijn hand als het aankomt op dingen kopen. Ik koop eigenlijk iets te veel. En dat is echt wel een probleem eigenlijk. Ik ben heel gevoelig aan reclame. Ik heb heel vlug de indruk dat ik echt iets nodig heb. Terwijl dat eigenlijk vaak niet zo is. Ik heb sowieso al heel goede aankopen ook gedaan in mijn leven. Maar ook veel slechte aankopen. En ik moet mezelf verplichten om daarop te letten. Dingen kopen is goed voor de economie ofzo. Maar anderzijds, we zitten wel in een cultuur dat we zo massaal kopen dat alle voorwerpen eigenlijk wegwerpvoorwerpen worden. Alles wordt veel te vlug oud en dan willen we het niet meer. Nieuwe dingen kopen maakt ten eerste de wereld een klein beetje vuiler en ten tweede het kost centen. Als je iets van 100 euro koopt met 50% korting, dan kost het maar 50 euro. Maar als je het niet koopt, dan heb je 50 euro uitbespaard. Daarom geef ik jullie vandaag 4 tips om Black Friday wat ethisch correct te maken. Of zo. Het is vooral ook een reminder voor mezelf om zo wat meer te handelen. Het simpelste is, gebruik wat je hebt. Als je het al hebt, gebruik dat. Heb je al een telefoon die niet de laatste nieuwe is? Gebruik die telefoon, echt totdat die niet meer werkt. Of totdat die echt zo slecht werd dat die invloed heeft op de prestaties in je job ofzo. Neem het met een korreltje zout. Vroeger was ik iemand die altijd een laatste nieuwe iPhone wou hebben. Daar ben ik gelukkig al een beetje van afgestapt. Op een of andere manier was ik direct ongelukkig met mijn gsm als er al een nieuwer model bestond. Wat eigenlijk belachelijk is. Ondertussen ben ik naar Samsung overgeschakeld en er zijn al nieuwere Samsungs uit dan dit. En ze hebben een paar functies die ik wel heel interessant vind en ik zou het graag hebben. Maar eigenlijk heb ik het niet nodig. Tip nummer 2. Deel of ruil. Mijn vriendin, haar kleerkast zit echt voor 70% vol met kleren dat ze gekregen heeft van iemand anders. En dat zijn kleren die perfect in orde zijn, die heel mooi zijn. Maar laten we eerlijk zijn, in deze maatschappij is het raar om een jaar lang dezelfde kleren te dragen. Dus zoek een vriend of een vriendin die ongeveer dezelfde afmetingen heeft en kijk eens in elkaars kleerkast. Er zijn sowieso kleren dat je al een jaar niet meer gedragen hebt die zo achteraan in je kast liggen te rotten. Maar delen of ruilen kunt je met alles. Kijk gewoon eens in je huis, denk wat is er hier overbodig. Dat doet ook eens deugd voor het huis, al de rommel buiten smijten en ga op zoek naar mensen, vrienden of familie die eigenlijk die spullen wel kunnen gebruiken. Tip 3. Koop je spullen op tweedehands sites. Ondertussen is het grootste deel van onze meubelen bij ons thuis gekocht op tweedehands sites. Het kost bijna niets, enkel een beetje moeite omdat je echt op zoek moet gaan en hopen dat je het juiste vindt. En heel je lieving ziet er niet uit als een IKEA-folder. En als laatste, tip 4. Dat is een tip dat ik zelf niet kan naleven omdat ik echt niet handig genoeg ben. Maar Henk Rijkaard is er heel goed in. En tip 4 is gewoon, maak dingen als je ze nodig hebt. Natuurlijk, als je een nieuwe iPhone nodig hebt, stel ik voor dat je die niet maakt. Of namaakt. Dat mag zelf niet. Namaken. Zelf ben ik heel gevoelig aan reclame, maar als reclamemaker heb ik ook geleerd dat eigenlijk veel dingen ons opgelegd worden, ons een gevoel geven van, ja, ik heb dat nodig, terwijl dat het eigenlijk niet zo is. Je mag gerust dingen kopen, dat doe ik ook nog, maar soms is het gewoon verstandig om er eens 2 seconden over na te denken. Ciao!